Doe maar aan op toe. Weekend overleefd, lekker uitgerust. Vandaag gaan wij niet verder met het inbouwen van de inbouwkraan, maar vandaag gaan wij vloerverwarming infrezen. Het infrezen heeft wel een aantal voordelen en een van de grootste voordelen is dat het heel snel klaar is. Je kan het zelfs binnen één dag kan je het afronden. Je hoeft niet je deuren in te korten, omdat natuurlijk de niveau van je zandcementvloer hetzelfde blijft. En het is gewoon leuk om te doen, dus laten we starten. I'm from this side, I can't believe it. Now I stand tall, it feels so good to me. The love that you give is what I need. En weet je wat ook heel erg helpt als je veel zware dingen moet tillen? Als je het gewoon als een workout ziet. Dus je denkt, hey, ik ben nu gewoon aan het trainen en ik ben nu op de sportschool. En ik let nu op hoe ik mijn biceps train, ik let nu op hoe ik mijn rug train, ik let nu op hoe ik mijn dijen train. Dit helpt je echt heel erg goed, het motiveert. En het zware werk wordt daardoor ook een stuk relaxter, want je hebt echt het gevoel dat je met een workout bezig bent. We beginnen eerst in de woonkamer met de vloerverwarming. Vloerverwarming kun je op twee manieren leggen. Je hebt de lussenpatroon, dat is, daar leg je gewoon de buizen naast elkaar in een lus. En je hebt de slakkenpatroon. En de slakkenpatroon is eigenlijk veel beter, omdat je veel betere warmteverdeling hebt. Want het begin van je buis is ook gelijk, het buis wat ernaast zit, is ook gelijk het einde van je buis. En dat is heel erg mooi. Maar dat andere patroon, de lussenpatroon, hoe verder je gaat, dus hoe kouder de buis wordt. Dus de verdeling is daar iets minder. De maximale lengte van je groep is 120 meter. Maar het beste is als je hem ongeveer 100 meter houdt. Nou, als je dus de onderlinge afstand 10 centimeter houdt, zou dat betekenen als je 10 vierkante meter vloerverwarming hebt, eigenlijk heb je ongeveer 100 meter. En dat is wat wij ook hier gaan doen. We gaan steeds een groep maken van 10 vierkante meter, 2x5. We hebben hier een hele mooie ruimte gevonden, eigenlijk ontdekt, kun je eigenlijk wel zeggen. We hebben hier een loze ruimte waar je eigenlijk niks aan hebt. Hier lopen normaal gesproken leidingen er doorheen. Alleen de enige leiding wat hier loopt is aan deze kant. En dit is allemaal loos, daar zit helemaal niks. Ja, daarin gaan we de vloerverwarming erin zetten. Dus, en met een luikje, dus je gewoon er makkelijk bij kan. En dat is echt de perfecte ruimte ervoor. I'm from this side, I can't believe it. Now I stand tall, it feels so good to me. The love that you give is what I need. I love that I have more, I can't get enough. Kapot, jongens. Ik weet niet wat er aan de hand is, maar er is wat met het apparaat of de vloer is te hard. Het gaat echt super traag. Ik moet veel kracht zetten. Ik weet niet wat met het apparaat is. Het is een huurapparaat. Ik ga toch even morgen met ze praten, want het moet veel makkelijker kunnen. Het gaat veel makkelijker. Alleen echt, jongen, ik heb kracht moeten zetten vandaag. Ik ben bijna 6 uur aan het duwen, aan het trekken. Ik ben gewoon kapot. We gaan nu even wat anders doen. Als je vloerverwarming gaat invrezen, dan is het belangrijk dat je de vloerverwarmingsbuis diep genoeg invreest. Je moet het zo maken dat je bovenkant van je buis minimaal 5 mm onder je zandcement zit. In dit geval gaan wij dus de buis alleen maar insmeren, dus dan gaat 5 mm over de buis heen. En we zetten alleen de gleuf dicht. En we gaan er daarna overheen met een PVC-vloer. Het is gewoon super handig, is sneller en het warmteoverdracht is ook veel sneller. In sommige gevallen, wanneer de vloer niet helemaal recht loopt, kun je altijd nog met een egelinelaag overheen gaan van 2 of 3 mm, hoeveel er nodig is. Maar in elk geval, de workflow is zo heel erg snel, op tempo, en je kan gewoon lekker je gang gaan. My Lord, I believe, so I pray you guide me on your path, it's something beautiful. Nou, weer een nieuwe dag, lekker uitgerust. Ik was gisteren echt kapot, echt spierpijn. Het voelde alsof ik de hele dag hard heb getraind. Vroeger toen ik wat meer tijd had,
was ik 5 dagen per week op de sportschool te vinden. Maar tegenwoordig hoeft dat niet, want mijn werk is één grote sportfeest, jongens. Alle gekkigheid op een stokje. We gaan nu verder met het frezen van de vloerverwarming. Fikri begint nu, of is al begonnen, met het afmonteren van de badkamer. Want gisteren heeft de tegelzetter het afgemaakt. En vandaag is de bedoeling ook om die badkamer zo goed als af te maken. Zodat we dan kunnen kitten. We lopen even naar boven, we kijken wat hij aan het uitspoken is. Zo, nou dan zijn we hier boven. Nou, dit is de badkamer. En het is echt weer een mooie badkamer geworden. En wat ik ook echt leuk vind, deze tegel hebben we niet eerder geplaatst. Het is echt een hele mooie tegel. En ik weet niet of dat echt goed te zien is op de camera, maar in het echt is het echt een prachtige tegel. Heel erg levendig, er gebeurt heel veel. En doordat ze ook van die kleine strookjes, verschillende kleurtjes, ziet er echt mooi uit. Ik kan niet wachten om te zien als het dadelijk helemaal afgemonteerd is, want dan is het afgekleed. Afgekleed, ingekleed, ingekleed, afgekleed. Jongens, dit is de afwerking, jongens. Kijk de lijnen, kijk de stripjes. Vallen bijna niet op, jongen. Kijk het mooie verstek. Kijk hoe geweldig dit is. Kijk hoe de voegen doorlopen. De strip loopt gewoon door bij de voeg. En dit is hoe het hoort, jongens. Steek er nou gewoon een klein beetje tijd in. 10 minuten, 20 minuten, een uur, een dag. Het maakt niet uit. Het gaat uiteindelijk om dat het er zo uitziet. En dit is je afwerking. Dit is waarvoor we het doen, gekkie. En ik ga beginnen met deze apparaat. Ik ga het vloerverwarming verder frezen. Ik heb aardig wat meters te gaan. Je moet hier nog frezen, beneden en boven. Maar hier is het belangrijkste van de keuken wordt vrij snel geleverd. En we willen eigenlijk deze ruimte al ready hebben. Zo wanneer de keuken komt, dat ze geen last hebben van de vloerverwarming. Of dat wij alsnog de vloerverwarming moeten gaan frezen. Dus we moeten het allemaal een beetje allemaal goed plannen. En soms is het heel lastig plannen. Eigenlijk overal waar wij komen, hebben wij een stukje meer werk. Hè? Wil je dat even doen? Wil je dit even doen? En vaak is dat ook geen probleem. Alleen op het moment dat jouw meerwerk meer dan 50% is of 60%, is dat heel lastig. Want je hebt natuurlijk een bepaalde planning gemaakt, je hebt een bepaalde tijd voor gereserveerd. Alleen met zoveel meerwerk kom je dus in de knoei, maar ook met je ander werk. Maar goed, we gaan toch proberen voor elkaar te bokokstoven. En het moet gewoon lukken. Anders moet Abdoen meer in de weekend komen werken. Last night, I stopped running, not because I'm so scared of falling, didn't like the man I was becoming, coming, the man full of fear, not a lie. Ik had een hele discussie met Abdoen en Fikri. Gaan we nou het koffieapparaat daar neerzetten, of gaan we elke dag koffie halen? De volgende vraag was van, ja, is het niet te duur? Ja, het is hartstikke duur, maar de koffie is gewoon echt goed. Dus dat maakt niet uit. We gaan gewoon koffie halen. Elke dag. Al is het maar één koffie. Soms kun je maar één koffie hebben die echt goed is. Dan als je er 6 drinkt die niet eigenlijk te zuipen zijn. Goed, dat is mijn motto. Last night I stopped running. Not because I'm so scared of falling. Dat zijn ze, jongens. Nou, ik sta hier met een bakje koffie. En Abdoel is bovenaan het frezen, maar hij hoort mij niet. Ik sta nu al 2 minuten aan te bellen. Als hij de komende 2 minuten niet open doet, dan drink ik de koffie gewoon zelf al. Want het is veel te zonde om het koud te laten worden. Ayo! Abdoel! Weet je wat, ik klim gewoon op de auto. Ja. Kijk of hij mij hoort. Ik pas dat ik daar niet val hier zo. Oeh, ging net goed. Abdoel! Stop! Stop! Koffie! Ik heb koffie! Wil je het nou drinken of niet? Nou, is hij shop, man? Waar is die?
Hier op doen, hier. Waar is die nou? Waar is die bakkie lekker? Hier. Rustig man. Bedankt hè, hey. Bedankt hè, dat je bent gaan halen van mij en dat je op de auto klimt en dat je loopt te stressen. Bedankt hè. Graag gedaan Abdoe. Graag gedaan. Ja. Radiator middenaansluiting en dan 60 breed. En dan 1,60 meter hoog. Ja, met 1,80 wordt het dan. Of 1,82. 1,82 is prima. 1,82, ja. Oké, en dan wil ik voor jou een Ovis aansluitsetje. En een gomekraan. Rechts, haaks. Haaks uit de muur. En ik heb buis 15 mm uit de muur. Ik heb aanvoer links. Okay. Ja. Wil je het ophalen? Loos, nee, Binkhorstlaan. Daar heb je ook die andere spullen klaargelegd, hè? Ja. Oké. Okay. Kun je vragen of even gelijk een bakje koffie erbij willen neerzetten, anders kom ik het niet halen, ja? Ja, en morgen komt het bij ook. Tuurlijk, Cor, je kent me toch? Oké, okay. Is goed, spreek je later. Later, bedankt. Dat staat ook op YouTube. Nog een keer. Hey. Hoor. Hij is binnen. Hier lacht even. They call me Roxanne. Alle schroeven zijn gevreesd, het was echt best wel een zwaar karweitje. Ook omdat het apparaat niet helemaal lekker meewerkte, maar dat heb je af en toe. En de vloer is echt keihard. Even kijken, wordt gebeld. Kantoorbel, nou die bel ik later wel. Volgende week gaan wij de vloerverwarming aanleggen. Ik ga je ook laten zien hoe je dat moet doen. En ik ga je ook laten zien hoe je dat op de vloerunit, in elk geval op de vloerverwarmingsunit, kan aansluiten. Dus een hoop informatie volgende week. Maar nu is het tijd voor weekend. Ja. Ja. Hele week do. De hele week do. En nou gaan we lekker do. Do. Nou, het was echt een zwaar week, jongens. Echt, we hebben echt keihard geknald. Echt waar, geen grap, hè. Maar het is heerlijk, heerlijk. Ik heb de hele week hard getraind. Ja. Ik voel me echt goed. En volgens mij ben ik een paar kilo's afgevallen. Want die broeken van mij, die passen niet meer. Die zakken. Ik heb nu gewoon een spanband. Kijk. Even kijken, is te zien. Ik heb gewoon een spanband om mijn broek heen gedaan. Wacht even, snel, is wel leuk. Kijk, gewoon een spanband. Hoe vind je mijn nieuwe riem, jongens? Hoe vinden jullie mijn nieuwe riem? Dat is mode. Kijk, is makkelijk, hè? Kijk zo. Huh? Nee, even geen grap, jongens. Echt, volgens mij ben ik echt een paar kilo's afgevallen, want al die broeken die zakken.